zou je best zelf ook wel willen rijden. Het is logisch, heeft iedere wielrenner, als hij niet aan het fietsen is, dat hij bij een wedstrijd gaat kijken. En dat had ik vandaag ook. En de Nederlandse kampioen hoort eigenlijk in de Tour te zitten, zeggen ze. Maar hey, misschien over een paar jaar. Ik heb eerst nog gekozen voor een beetje aan hoog rijden. En daarna gaan we verder bekijken wat ik al zeg. Dan ga ik de winter van 2009-2010 minder crossen en meer op de weg rijden. Misschien wel een voorjaar rijden. Kijk, als ik over een 3-4 jaar met de jongens kan meten, dan zou dat wel zijn. Boom vanavond te gast in de avondetappe van Mart Smeets. Waar eerder deze week al Erik Dekker en Piet Kuijs een opwachting maakten. Ja, die kan sprinten. Dat kom je niet vaak tegen. Hij rijdt op Franse dienst. En als we die gehad hebben, wil ik u... Dan hoort u eigenlijk de gele eruit te zien. Maar dat wil ik eens een keertje laten lopen. Van Velle krijgt het geel. Maar wat maak ik nou los bij een renner die in de eerste twee dagen van de Ronde van Frankrijk goed meerijdt en die dan zo'n etappe pakt? Nee, is niet compleet. Kijkt u alleen maar, daar hoef je niets bij te zeggen. Het feestvarken heet Torc Hooshoofd. Over. Terug over drie. Stop. Eerste kaart. Kaart jongens hier. Hè? Algemeen klassement hier dan. Eerste team. Oké.